Super slaap. In dat geval heb ik het lichaam van mijn vader. Ik denk het wel. En dat zeg je met een lach. Mijn vader is wel een man, hè? Kun je het verhaal vertellen dat jouw eerste reactie dat je mij zag? Ja, dat is zielig. Nee! Oh! Nee! Oh! Hoi, ik ben Lois en vandaag ben ik met mijn moeder. Yes! Yeah. Jullie vinden het altijd heel leuk als ik video's met mijn mama maak. Heb ik het idee tenminste. Dus vonden we het weer tijd om wat te filmen. Althans, ik vond dat het weer tijd was. Jullie hebben een paar vragen ingestuurd. Dus gaan we beantwoorden. Ziet u veel in Lois terug van uzelf? Ja! Oh, ja. Wij hebben wel, zoals Ro ook altijd zegt, we hebben wat meer dezelfde smaak. Oh ja, en je moet naar de lens kijken. Oké. Daar moet... We vinden veel dingen hetzelfde. Leuk. Maar er zijn ook wel verschillen natuurlijk. De bank hangen, dezelfde tv, dingen vinden we leuk. Films vooral. Ja toch? Maar ik denk en ook als persoon. En als lijken. Persoonlijk, ja, wij zijn vol met energie en passie. En passie, zeg ik dan altijd. Negativiteit. En mensen vinden dat als, voelen dat als negatief, maar we zijn ook scherp op de ander. We zijn scherp op onszelf. Dat is negatief als je er niet positief naar wil kijken. En heel erg uitend. Dus ik leg alles uit. Dus ook als ik boos, verdrietig, blij of enthousiast ben, ik geef veel woorden aan dingen. En mensen zien dat soms als moeilijk doen. Ja. Vooral moeilijk doen. Oh, wat doe je weer moeilijk? Moeilijk, maar... Doe het niet zo moeilijk. Maak het leven niet zo moeilijk. Dat is pas nog tegen mij gezegd. Ja. Dat heb ik helemaal uitgewerkt hoor. Voor ons is dat niet moeilijk, want zo zit het in elkaar. Dus dat is... En dat herkennen we wel in elkaar. Ik huil met elke film. Met wat hadden we laatst voor tekenfilm? How to Train Dragon. Ach, janken. Nou, dat doet Ro ook. Jullie gaan altijd helemaal overdreven doen als ik emoties toon. Dus dan zeg ik gewoon niet. Dan ga ik irritant Maar goed, je hebt het wel veel minder. Toch? Ik ben meer op mezelf, dus ik huil alleen. Ja. En niet als iemand anders erbij is. Bij films. Maar lichamelijk lijken we helemaal niet op elkaar hoor. Zij is hartstikke slank en ik ben... Mama was ook hartstikke slank vroeger. Ja, maar dus toch anders. Want ik had hier foto's. Heupen. Ik heb geen benen. Heupen en vormen. Die heeft mama mij niet achtergelaten, dankjewel. Nee, ze is beter. Super slank. In dat geval heb ik het lichaam van mijn vader. Ik denk het wel. En dat zeg je met een lach. Mijn vader is wel een man, hè? Hoe was Lois als baby? Als baby ook al. Kun je het verhaal vertellen dat jouw eerste reactie dat je mij zag? Ja, dat is zielig. Nou, jawel, dat moet je vertellen. Oké, maar dat moet ik ook vertellen. Toen ik zwanger was, met Rowan had ik al contact. Die stak altijd de billen naar buiten. En dan draaide ik over de billen. Ja. En met Lois was natuurlijk de tweede baby, zocht ik dat ook. Maar dat lukte bijna niet. Maar goed, de bevalling was heel mooi. Dat heb ik met yoga gedaan en met Rob samen. Dus dat was mooi. En toen kwam ze eruit en toen keek ik naar haar. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is niet goed, want Lois was echt, nou echt scheef. Dus ik roep heel hard in al die hormonen en emoties. En wat zei die vrouw? Oh, een mooie baby. Oh nee, dat is een mooie baby. Ik zeg, nou helemaal geen mooie baby, dit is helemaal scheef. Nou mevrouw, dat komt allemaal goed, ja, dat komt allemaal goed. Ja, toen dacht ik, nou dan gaan we eerst nog maar eens even zien. Maar goed, het is toch wel allemaal goed gekomen. Het was gelijk verbinding. Oh ja, was je als baby? Nou, als baby was je eigenlijk zoals nu ook. Nou, heel goed zichzelf vermakend. Lois kon altijd heel goed alleen spelen. Met pannen, potten, dozen. Pollepels. Pollepels. Met de Indische... Jungkook kon ze ook. Jungkook kon ze zitten. En hoe heet dat ding ook alweer? Dat weet ik dan weer niet, op zijn Indisch. Dat vijzel, noem ik het dan maar op zijn Nederlands. Daar zat ze ook al helemaal mee, dus dat Indische zit ook wel bij jou meer erin. Behalve met eten. Ja? Eigenlijk lijkt ze op de Indische oma. Oh, maar hoezo lust ik geen Indisch eten? Nee, maar je hebt liever aardappels, toch? Pasta. Zijn meer. Nou, maar dus ik was een oké baby? Ja, krachtig ook. Dus misschien fysiek niet zo krachtig. Niet zo krachtig. Nee. Maar wel krachtig in... ik weet nog dat je echt een peuter was. En dat je boos was op Ro. En dat je er zo in de hoek smeet van de keuken. Van nou, dit flik je me niet neer. Ik weet niet of het maar daar... fysiek in de hoek smeten? Ja, in de hoek. Maar echt uit wilskracht. Nooit slapen. Doet ze nu ook niet. Ik slaap nog wel. Nee, iedereen heeft wat powernaps en zo. Maar ik kan niet in slaap. Ik kan maar één keer in slaap komen. Ja, daar heeft ze... Vroeger als baby sliep ze ook niet zoveel. Die komt hier hoor. Waarvan kennen jullie elkaar? Hoe kan het? Gewoon. Gewoon van kind, verliefd, dochter, kind krijgen moeder. En woeps. Dochter en moeder. Ja, zo had je nog niet in de gaten. Nee, ze hadden nog niet in de gaten. Iemand vraagt drugs.
Ik weet niet waarom, maar... Ja, drugs, nee, doe ik niet. Heb je ooit drugs gedaan? Ik heb één keer een Belinda Menthol, dat is een sigaret vroeger, gerookt. Maar ik begreep er niks van, ik slikte dit in. Ik werd helemaal ziek. Belinda Menthol. Een Belinda Menthol. Mijn ouders hadden altijd wel borreltjes, maar dat vind ik nu pas een beetje lekker. Maar ja, een drank. Ja, een drank. Ja. Ja. Het is geen drugs. Oh, drugs. Als ik al niet rookte, ging ik... Nee, ik was vroeger heel streng hoor. Oh, nee, dat deed je toch niet. Wat zou je dat willen doen? Ik heb er wel eens met een vriendin heel hartelijk... Hebben we er samen om gelachen. Zo van, oh, dat moeten we een keer doen, Maaike. Een keer thuis dan wel, niet buiten. Maar een keer cheesecake en... Cheesecake? Harshcake, of weet je het ding? Spacecake? Ja, spacecake. En toen zei mijn buurvrouw zei toen tegen mijn vriendin van, oh, dan kijk ik wel voor je regelen. We hebben het nog niet gedaan. Okay. Het is wel zo, ik had vorig jaar heel erg last van mijn rug. En toen kreeg ik van de dokter behoorlijke pijnstillers. Maar die had ik ingenomen voordat ik ging werken. Ik heb mijn ding gedaan voor mijn werk, kom weer terug op mijn rustplaats. Want het werk was nog niet klaar. Maar goed, ik had even niks te doen. En ik denk, nou, ik word maar zo'n partij moe. En heb ik gewoon in slaap gevallen op mijn bureau. En toen kwam ik daar voorbij. En toen dacht ik, nou... Helemaal toppie. Dus ik nog naar de eerste hulp. En die hebben we uitgelachen. Ik zeg, ja, ik heb net een pijnstiller genomen. Maar, ja, maar ik loop zwalkend en helemaal vrolijk door die gangen. Ik voel me echt niet mij. Ik dacht, ja, maar ik ga zo niet. Echt, ik voelde mezelf. Ik ga zo niet in de auto. Nou, dus nou oh goed, ik heb echt gierend daar op dat kantoor. Ja, Ron heeft me opgehaald. Oh ja. Ja. En ik was echt zen. Ik was echt zen. Na echt heel veel jaren voelde ik me eindelijk zen. Ik dacht, nou, maar daar leer ik wel van. Ik snap ook heel goed dat mensen, als je het al moeilijk hebt in deze wereld, dus iets wil, het is veel te lang hè dit, maar goed, geeft ja, niks. Ja, het is heel lang. Dat je dat toch elke keer weer terug wil naar dat zen-gevoel. Het heeft me enorm geholpen om te streven naar dat gevoel, zonder drugs. Wat haten jullie aan elkaar? Ik haat niks aan elkaar, maar ik heb wel irritaties. Ja, ik haat ook niks. Wie maar eerst? Als ik, oh, ik heb nu, ja, ik ga al gewoon. Ik heb nu vakantie. Nou, de eerste uur, als het allemaal thuis zijn, dan ben ik het eerste uur bezig met allemaal opruimen. Alles wat ze pakken. Vind je dat erg dat ik dat zeg? Maar jij hebt zo'n opruimobsessie. Nee, ik wil het gewoon netjes hebben in de kamer. Ja, dat is hetzelde. Oh, pak hem, leggen we even weg. Maar we denken er nooit meer aan om het op te ruimen. Nooit. Drie paar schoenen. Zie je? Nooit altijd. Opruimen. Ja. Alles ligt altijd overal. Drie paar schoenen, kleren. Papiertjes, bekers. Ja. Ik ben wel rommelig, maar er zijn ook keren dat ik iets opruim, man. Ja, natuurlijk. Het komt vanzelf. Mijn frustratie. Ja, ik wel. Dat ik alles achter die kont opruim. Nee, niet gokken. Mag ik ook iets zeggen in deze video, man? Ja. Ik ben voor mijn idee wel gul. En ik geef dingen graag aan mensen dingen. Of ik betaal graag voor mensen. Maar ik ben wel, als het erop aankomt van mijn eigen dingen. Als mensen gewoon spullen van mij pakken zonder mij in te lichten. Of van mijn bord afeten. Dan word ik heel agressief. En mama weet dat ik dat heel erg kut vind. Maar doe toch. Maar ze eet altijd van mijn bord af. Ook als Rowan en Ben een bord hebben. Dan eet je alsnog van mijn bord af. En dan wordt ze boos omdat ik daar geïrriteerd van word. En dan laatst ook van Ben zijn bord gegeten. Die dacht ik zeg maar niks. Dit vond hij ook niet leuk. Echt? Ja. Maar ze laat ook wel eens wat dingetjes liggen, dat vind ik zonde. Maar dan denk ik, vraag het dan, mam. Ja. En dan zit ze gewoon, en dan soms wil ik het nog opeten en dan heb jij het al opgegeten. Plus dan zegt ze van, dan heb ik allemaal lippenstiften en dan pakt ze er gewoon één en dan vraagt ze het niet. En dan steekt het gewoon in de zak. 600 lippenstiften, gebruikt ze er 99 in ieder geval. Ja, deze heb ik gevonden in de winkel. Ja, die is nu van mij. Ja, in die winkel is in de winkel van Lois. Ja, en als de dingen die ik dan aanbied, de dingen waar ik van zeg van mam, gebruik dit, gebruik ze de eigen stomme spullen. Oh ja, dan bijvoorbeeld Garnier, en dan denk ik van die is super fijn, mam, gebruik het eens. En dan gaan ze er kruidvat ding gebruiken. En dan denk ik, met je Lidl. Met je Lidl. Lidl denk ik. Je Lidl spul. Ja. Dus dat snap ik dan niet. Ja, maar terecht. Maar ja, dan zeg je niet dat jij zegt niet terecht, maar ik zeg wat? Niet. Ik zeg over die spullen. Nou ja, terecht, okay. Ja. Maar soms vind ik dat is het heel irritant. Als je als jongen geboren was, wat was dan je naam? Ja, we hadden als jongen bij de eerste Sydney. En toen kregen we een meisje. En bij de tweede was het Sydney. Nee, er was nog een naam. Ro had het er laatst over. Er was nog een tweede jongensnaam of zo. Of een meisjesnaam. Gewoon een andere. Ja, meisjesnaam. Bobby of zo. Of, ja. Dat was ik. Als waarom heb ik me geen Bobby genoemd? Georgie wilde ik. Georgie! Oh ja, dat had ik echt leuk gevonden. Ja, dat vond papa niet zo leuk. Why? Geen idee.
onze leukste herinnering samen. Vorige keer zeiden we Disney. En nu hebben we ook Jason Mraz gehad. Ja, dat was ook leuk. Concert, hebben mama meegenomen. Skyscraper was ook leuk. Ja, Skyscraper was weer een heleboel leuke dingen eigenlijk. Gewoon kleine leuke dingetjes. Gewoon lekker uit de film. Uitwinkelen. De stad in. Uitwinkelen. Stad in met mijn moeder. Wat is jullie favoriete game van de Wii? Want wij hebben laatst een Wii aangeschaft. Wel twee. Dat was mama's idee. Ja, dat was goedkoper. En ik dacht, ja, dan gaat ze zo uit huis. En dan ben ik die Wii weer kwijt. Ja. We hebben Wii Sport. Die hadden we vroeger altijd. Een beetje het basisspel. Wii Sport Resort. Hebben die gehaald, die hadden we vroeger niet. Vond ik ook wel leuk. Die vond ik ook leuk. Zeg maar, die vond ik ook leuk. En ik vond, ja, maar die is helaas in een ander huis blijven liggen. Dus de wintersport vond ik toen ook leuk. Ja, de skiën, snowboarden, sleeën. Ja, dat vond ik leuk. Die vond jij leuk, ja. Mario Kart hebben we nu weer met wieltjes. Die Wii Plus. Wii Fit. Wii Fit. Ja, dit was ook een bruggetje naar meer sporten dit jaar. Ik ben een Ethos Friends. En wij krijgen straks, hoe heet die op de bank? Arie Boomsma. Arie Boomsma. Maar nee, dat is niet zo. En het is bij Ethos dus billen van de bank. We zitten graag op de bank films te kijken. Maar nu doen we ook veel meer spelletjes. Arie Boomsma hebben we jammer genoeg niet. Nee, maar we hebben wel een Wii Fit. Dus dat gaan we zo even doen. We gaan een paar spelletjes doen en dan mogen jullie kijken en ons uitlachen. Ja, dat doe ik. De challenge is dat je zeg maar een verwenmomentje voor jezelf. Dus we zijn langs Ethos geweest. Wat we ook hebben gehaald is een aantal haarproducten en twee maskertjes. Want ik was met mijn mama. We gaan samen sporten en samen een maskertje doen. Ik heb een peel-off mask. Met Manuka honing. We hebben een peel-off mask. Ja, dat heet zo. Waarom lach je nou? Peel-off mask. Het is op zijn Engels. Peel. Waarom is dat grappig? Een peel-off mask. Ja, hoe moet je dat dan anders zeggen? Ja, niet anders. Nou, nou, in ieder geval dat hebben wij. Ik had al een tijdje geleden twee van deze potten gehaald voor mijn haar. Dit is een haarmasker. En die zijn op, dus ik heb het setje ervan gehaald bij de Ethos. Dus kan je kort of lang in laten trekken en gewoon shampoo en conditioner. Je kan of buiten de douche dan in laten trekken en dan uitspoelen. Of je kan gewoon wat langer in de douche, zeg maar, warm en lekker even. En kom met milieu. Ja, man. Het is toch lekker? Het is gewoon een verwenmomentje. Oh ja. Dus nou, dat is wat we nu gaan doen. We gaan even. En ga je dan ook straks filmen en zo? En dan ook dat? En wij in onze sportieve kleding. Ja. We gaan niet. God, zie je dan die poppetjes? Measuring. 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 Oh, dat wel. Yay! Oh! Beetje minder dan vorig jaar. Dat is wel oké. Okay. Yeah. I'm ideal. Zullen we advans doen? Oh my god. Jeetje. Hij is zo lang.
Je bent lekker op los, dier. Ik zie dat je Indisch bent. Je bent geuler als ik. Ik ben rood. Mijn... Nou, jongens. Wanneer ga ik het leren? Mal. Hallo, ik zit nog op de wc. Niemand wist dat totdat je dat zei. Totdat je het zei. Nu gaan we weg. Kom. We hebben net gesport op de Wii. We zijn dood op. Zie je rode kleuren halen. We zweten, jongens. Zweten. En nu hebben we ons honingmasker op. Wat tot de oksels nogal honing is. Mam, wat zeg jij allemaal? In ieder geval, we hebben gesport. We hebben nu ons masker. Mam! We hebben gesport. We hebben ons masker op. Mama lult overal doorheen. En nu gaan we hem laten intrekken. En dus even lekker op de bank zitten. En van de avond genieten. Dus spannend. Ontspannen inderdaad. Dankjewel voor het kijken. We hopen dat je het een leuke video vond. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk eventjes te abonneren. Laat even in de comments weten wat jullie ontspanningsroutine is. Ja, ik ben heel benieuwd.